Mallorca is een geweldige en gevarieerde vakantiebestemming. Of je nu op vakantie gaat met vrienden, je partner of met de kids. Voor iedereen is er wel een hotel te vinden. Van adults only tot familiehotels. Bekijk deze video om erachter te komen welke 12 hotels op Mallorca de beste scoren op Soever hebben. Nummer 12. Alsun Hotel Eden Alcudia. Voor een familievakantie op Mallorca zit je goed bij Alsun Hotel Eden Alcudia. Er is leuke animatie voor kinderen. Hou er rekening mee dat deze in het Duits is. Ontspan aan het zwembad of wandel 300 meter en rol je handdoek uit op het zandstrand. In de directe omgeving van dit hotel is verder niet veel te doen. Een ideale plek voor de rustzoeker dus. Jullie beoordelen deze accommodatie met een 8,4. Op nummer 11, Iberostar Club Cala Barça. Ook nummer 11 in het toplijstje is favoriet bij de kids. Dansen bij de minidisco en een roetje van de glijbanen. Vermaak genoeg in dit met een 8,6 beoordeelde hotel. Zelf kom je ondertussen geheel tot rust bij Iberostar Club Cala Barça, want onder de groene bomen vind je een luxe lounge met uitzicht op de kust. Op nummer 10, Alsun Hotel Orient Beach. In Sacoma vind je het met een 8,2 beoordeelde Alsun Hotel Orient Beach. Jullie schrijven vaak over de ruimte rondom het zwembad, want er is altijd een lichtbed vrij. Ook bij dit hotel vind je veel kids. Even geen zin om van het ene naar het andere gebouw in het hotel te wandelen? Het personeel zet je graag af met een golfkarretje. Op nummer 9, Zafiro Rey Don Jamie. Zonnen op het rooftop terras met uitzicht op zee bij Zafiro Rey Don Jamie. Zie jij jezelf al liggen? Tussendoor neem je een verfrissende duik, want ook het zwembad is aanwezig. Jullie beoordelen dit hotel in Santa Ponsa met een 8,6. De kamers scoren hoge ogen. Kamers zijn mooi en schoon. Ook het bed en de kussens zijn goed. Op nummer 8, TUI Blue Rocador. De ultieme strandvakantie beleef je bij TUI Blue Rocador. Want dit hotel ligt echt pal aan de azuurblauwe zee. Wandel het trappetje af en zoek verkoeling. Ellen verbleef hier afgelopen zomer en schrijft: prachtig strand direct naast het hotel. Twee lichtbedden en parasol voor 15 euro per dag. De zee loopt geleidelijk af. Dit hotel ontvangt een dikke 9. Op nummer 7, Iberostar Christie. Vier je graag vakantie in een hotel met een centrale ligging? Dan zit je goed bij Iberostar Christina, dat een 9 scoort. Het hotel ligt aan een gezellige boulevard van Playa Palma. Ga jij een cocktail drinken bij een barretje of sla je leuke souvenirs in? Ook de kamers zijn een plaatje, licht en modern. Op nummer 6, Java. Op het gebied van eten en drinken kom je niets tekort bij Hotel Java. De reviewer Smeets schrijft: de eetzaal is gezellig ingericht en het buffet is uitstekend. Met elke dag minimaal 2 soorten vis en minimaal 2 soorten vlees, 3 verschillende soorten pizza's, pasta's, een saladebuffet, paella, rijst, frieten en verschillende soorten groenten. Ook is er elke dag een ander thema buffet met diverse toetjes en ijs. Kiezen wordt dus nog moeilijk. Kamers zijn modern en slapen doe je in een prima bed. Nummer 5. Iberostar Playa de Palma. 5-sterren hotel Iberostar Playa de Palma is een geschikte plek voor rustzoekers en oudere stellen die samen op vakantie gaan. Je komt hier vooral 65-plussers tegen en ook het interieur van het hotel doet er rustig aan. Het personeel legt zich graag in de watten. Neem plaats op een lichtbed in de zon en de obers verzorgen de rest. Jullie beoordelen deze accommodatie met een 8,9. Op nummer 4, Hip Hotel Mediterraneo, Adult Only. Voor een vakantie zonder kinderen ben je aan het juiste adres in Hip Hotel Mediterraneo. Het is namelijk een adult only hotel. Bij het riante zwembad strijk je op elk moment van de dag neer op een lichtbed. Lig je liever aan het strand dan aan het zwembad? Met een ligging direct aan zee word je niet teleurgesteld. Hip Hotel Mediterraneo krijgt gemiddeld als cijfer een 8,7. Op nummer 3, Garden Holiday Village. Ook de nummer 3 in het toplijstje is een adult only hotel. Bij Garden Holiday Village geniet je van de zon en tropische tuinen. Die schrijven dat het hier voelt alsof je verblijft in een kleinschalig hotel, dankzij de goede service en de groene omgeving. Dit hotel ontvangt gemiddeld een 9,4. Op nummer 2, Iberostar Suites Hotel Jardin del Sol, adults only. Staat een luxe en ontspannen vakantie nog op jouw verlanglijstje? Iberostar Suites Hotel Jardin del Sol, adults only, is een hotel om te onthouden. Kijk alleen al naar de vlonder met hangmatten, lounge set en de jacuzzi. Breng een bezoek aan de sauna of neem een massage. Verder dat je helemaal zen terug naar huis keert. Dit hotel scoort gemiddeld een 9,3. Op nummer 1, Cala Milor Garden. Het meest populaire hotel op Mallorca met de beste score is Cala Milor Garden. Dit pareltje in de gelijknamige plaats Cala Milor ontvangt een 9,8. Reviewers Sam en Bo schrijven: een super hotel als je rust en ruimte zoekt.
Geen gevecht om een bedje bij het zwembad. Geen harde muziek. Geen rijen bij het eten. Niet alleen in het hotel zelf ontsnap je aan massa. Dat ligt ook net buiten het toeristische centrum. Wil je toch de drukte opzoeken? Nou kan dat, want het centrum ligt op 5 minuten loopafstand. Dankjewel voor het bekijken van deze video. Vond je deze leuk? Geef hem een like en laat een reactie achter in de comments. Ben je benieuwd naar onze andere winnaars van een Zoever Award? Zie je in de beschrijving van deze video de andere toplijstjes staan.